Pascal, je had een punt over aan dit duel met Ajax. Nou, heb je wel eens dat een gelijkspel kan voelen als een overwinning? Hij kan wel eens voelen als een verlies. Hoe voelt hij vandaag? Nou, deze is zeer vervelend omdat je 2-1 in handen hebt. En dan is het heel sneu hoe je dan uiteindelijk dan de 2-2 incasseert. Het was natuurlijk wel een hele intense wedstrijd. Dus het ging, de eerste helft was denk ik wel in het voordeel van Ajax, ondanks een aantal behoorlijke schietkansen voor ons. Maar de tweede helft zie je dat we een veel beter spelaandeel hebben en veel meer druk kunnen ontwikkelen en twee prachtige goals maken. En ja, dan moet je eigenlijk het zover krijgen dat je die ook weer meeneemt. Ja, waarom lukt het dan niet? Je zegt, nou, er zitten wat momenten tussen waardoor we wat lager of wat korter op ons eigen goal in duel moeten komen. Dan geven we twee momenten in een spelafvatting geven we weg. En dan weet je ook dat Ajax natuurlijk alles, maar dan ook echt alles gaat doen om dat moment maximaal te benutten. En vaak als je een redelijk gelijkwaardig duel hebt, zijn dat soort momenten alles beslissend. Ja, dat zie je dan inderdaad vandaag, dat hij helaas daaruit valt. Ja. Hoe vond je dat jullie begonnen vandaag? Eerste kwartier was voor ons overleven. En nou, dat had toch ook iets te maken met een iets andere bezetting bij Ajax. Moeilijker in duel te komen op die manier. Zoals we dat in ieder geval voor ogen hadden, werd niet helemaal goed uitgevoerd. Dan zie je dat eerste kwartier, dan ebt dat weg. We blijven overeind. En vervolgens krijgen we een beter spelaandeel. Zijn we iets comfortabeler aan de bal en komen we beter in duel. Maar wat je dan de tweede helft ziet, is eigenlijk wat we de eerste helft ook al voor ogen hadden. Ja. Door gewoon een meter of 15, 20 hoger te verdedigen. En eerder druk ontwikkelen op Ajax. In combinatie met goed spel aan de bal. En dat getuigen de twee goals die we maken. Ja, want dan scoor je uit. Want je merkt dat je gevaarlijker wordt. Je merkt dat Ajax achteruit gaat lopen. Ja, precies. Maar eigenlijk wilde je dat dus, als ik je goed begrijp, al in de eerste helft. Ja, absoluut. En daar hebben we ook de mogelijkheden voor gehad. Maar ik heb ook tegen die jongens gezegd in de rust. Kijk, je ziet, we spelen een aantal keer in de eerste helft ook wel onder die druk vandaan. Maar het geloof in die eindfase van een aanval moet er dan wel zijn dat je ook een goal kunt maken. Ja. En voor Jesper is het eigenlijk zeer ongebruikelijk met de 3-4 schietkansen die hij heeft gekregen in de eerste helft. Dat hij daar niet 1 of 2 keer uit scoort. Want dat zijn toch wel de momenten die voor Jesper zijn weggelegd. Ja, heb je het daar met hem over gehad? Is dat iets wat dan, ja, dat hij misschien niet helemaal lekker erin zat vandaag? Of? Nee, maar goed, helaas zitten dat soort momenten er ook wel eens tussen. Het is alleen heel ongebruikelijk voor hem. Omdat je weet dat zijn rechterbeen wat dat betreft in deze situaties ervoor zorgen dat we goals maken. Ja, dat zien we natuurlijk ook op de trainingen. We zien het in de warming-up nog. Precies. Zie ik hem een aantal inleggen. Dat is inderdaad dan jammer. Nog 2 wedstrijden. Maar we gaan wel naar plek 4. Ja, die overtuiging hebben wij. Dat geloof is er. En daar gaan we dus ook alles aan doen. Nu is alles in teken van goed herstel, omdat je midweeks weer gaat spelen. Maar het worden nog 2 zeer intense wedstrijden met maar 1 doel, dat is die 4e plek bemachtigen.